Jij als historicus, wat betekent 20 april voor u? Oh, dan is er veel gebeurd. 20 april 1769, de dood van de grote Indianenchef Pontiac van de Wootawas. Ja. Het jaar daarop heeft James Cook, ja, nee, die sidekick van Gert Verhulst, de ontdekking, die heeft Australië uitgevonden. Dat bestond niet. Shirley Temple, de kleine diva, op een 20 april, dat was haar eerste film. 20 april 1940 werd Jan Kramer geboren. Dat was... Maar ik weet wat dat je wilt zijn. Dit is een... Je wilt dat ik een Godwin zou doen. Maar ik ben niet zot. Ik zal niet zeggen dat Hitler geboren werd. Het klopt. 1889, Gastov Zoempommeren. Maar dat is niet wat ik bedoelde. Maar dat is ook niet dat wat ik wou zeggen. Ik zei u dat Jan Kramer geboren is. Dat Australië uitgevonden is. Ja, maar ja, dat is het niet. Wat moet je nog meer weten? Ik zeg u dat Pontiac gestorven is. Hoe was? 20 april is een feestdag. In Amerika noemen ze die feestdag voor 20. In Duitsland was dat ook een feestdag. Tot 1945. Maar weet je wat voor feestdag het is? 20 april? Ja. Dat is de eerste mis die paus Benedictus de 16e opgedragen heeft. Misschien heeft het iets te maken met gekgras. Met? Gekgras. Wat is dat nu weer voor iets? Zijt jij aan de wiet? 20 april is de internationale feestdag van de wiet. Weet je ook waarom? Tuurlijk. Ah. Omdat dan de eerste junkie geboren was, de heer Adolf Hitler. Die zat aan de cocaïne, maar niet aan de wiet. Die zat wel aan de wiet, die zat aan alles. Die kon niet van de wijven blijven. Was een zatlap, dat is toch gekend. Maar ik weet nu nog steeds niet waarom dat 420 de internationale feestdag voor de wiet is. En wel, bij de verjaardag van Hitler kreeg hem felicitaties van de grootste druggebruiker die er ooit geweest is. De heer Hermann Göring, de dikke Herman. Alle drugs heeft hij gepakt. Kook, wiet, Genever, alles. En het is daarom dat ze op 20 april de feestdag gemaakt hebben van de junkies. Ik denk dat dat allemaal niet juist is, maar onze tijd zit erop. Dus dank u wel voor de les. Ik dank u ook. De volgende keer leren we u recycleren. Racing Anderlecht.